We hebben op een gegeven moment ging de EU ook bepalen hoe krom een komkommer moest zijn. Ja, dat is toch echt. Of hoe lawaaierig stofzuigers zijn. Ja, maar wacht even daar. En dan willen jullie willen een groter Europa. Over die stofzuigers wil ik bepaal zelf wel hoe krom mijn komkommer is. Jij mag een hele krom komkommer. Maar de stofzuiger, dat is namelijk vaak belachelijk gemaakt. Maar in dit specifieke geval is het een feit dat daar ontzettend veel CO2 door bespaard wordt. Zonder dat die stofzuigers. Zonder dat die stofzuigers slechter doen. Ja, man. Dat is evenveel een kwart van het hele Nederlandse klimaatakkoord. Daarmee kan je echt stappen zetten. Ja, ja, dat moet op Europese schaal. Ik wil dat graag een beetje in het belachelijke trekken. Maar dan moet je niet een goed punt gaan zitten maken hier. Je hebt het over met ons over komkommers, over stofzuigerslangen en zo. Maar wij willen het juist niet over dat soort dingen hebben. Ja. Omdat je daarmee een soort van ridicuul maakt. Maar ja. Dit zijn wel de dingen die in het land leven. En die kun je maar beter dan bespreken. Ik wil het er graag over hebben. Maar voor mij is Europa meer dan een komkommer. Nee, ik vind het wel een mooie leus. De EU is meer dan een komkommer. Ja, ja, dat zeker. Ja. Goedendag. Ja. Bedankt jongens, ik vond het heel leuk. Ja, ik dankjewel. Ook. Dankjewel. Dankjewel. Succes met de campagne en de verkiezingen. Nog even één keer jullie leus. Europa is meer dan een komkommer.